even kijken. Moet ik aan jouw trui zien wie je bent of wat je komt doen? Nee, dat denk ik niet. Van welke instantie, club of hoe kom je hier? Oranje Vereniging Beatrix uit Heemdijk vandaan. Oh joh, met je maat hier zo. Ja. En wat kom je vertellen? We komen even de gemeentebestuur even de beste wensen wensen voor het nieuwe jaar. En even vertellen wat het programma is voor 2017. Nee, dat doen we pas weer bij de jaarvergadering. Maar we komen altijd eventjes ons gezicht laten zien. Okay. Nou zijn er ook oranje verenigingen, die hebben een mooi oranje pakkie. Ja, nee, dat hebben wij alleen met de Koningsdag zelf aan. Okay. Niet bij deze gelegenheden. Nou is Eemdijk en Koningsdag altijd heel speciaal, hè? Ja, dat is bij ons wel het evenement voor ons dorp. Even over oud en nieuw. Normaal was Eemdijk ook altijd wel een beetje gekloot met oud en nieuw. Nu is het lekker rustig geweest. Hoe komt dat? Ja, tegenwoordig wordt er vanuit de gemeente een hoop georganiseerd. En wordt er in goed overleg toch gewoon een leuk feestje van gemaakt. En dat gaat nu heel goed. Of zijn degene die die rottigheid veroorzaakte, staat hier nou voor mij of zo? Nu grote jongen geworden? Ja, dat natuurlijk wel. Dat altijd. Maar tegenwoordig is er gewoon met wat toezicht en wat overleg met elkaar. En dan weten ze dat gewoon gezellig te doen. Ook met Jan Hertog van Ootje Happy. Ja, en die pakt het ook heel leuk op. En die heeft het cafeetje dan zeg maar open. Kan iedereen gezellig een borreltje drinken. Dus dan... En bij jullie komt helemaal geen gekloot tegen hulpverleners in beeld? Nee, dat kennen ze bij ons niet. Nee. Hou we zo, hartstikke goed, dankjewel.